In dit filmpje vergelijk ik de HTC One X met de HTC One X Plus van HTC. De nieuwste HTC One X Plus is een geüpgrade versie van de HTC One X die HTC in april 2012 uitbracht. Dus zo'n 7 à 8 maanden later is er deze HTC One X Plus. En in dit filmpje ga ik vergelijken of het de moeite waard is om deze te upgraden. En hoe het toestel presteert in vergelijking met de HTC One X. De processor in de HTC One X Plus is hoger geklokt, namelijk 1,7 GHz. Terwijl deze in de HTC One X 1,5 GHz was. En ook het videogeheugen is wat hoger geklokt. Wat zorgt voor betere gameprestaties. Het interne geheugen is twee keer zo groot geworden, namelijk 64 GB, terwijl dat bij de HTC One X 32 GB was. De audio output is aangepast, waardoor het geluid nog harder kan, maar even zuiver en helder blijft. En het toestel komt standaard met Android 4.1 Android Jelly Bean, terwijl de HTC One X nog wacht op deze upgrade en nu nog draait op Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. De batterij in het toestel is geüpgrade van 1800 mAh in de HTC One X naar 2100 mAh in de HTC One X Plus. En ook de frontcamera is geüpgrade van 1,3 megapixel naar 1,6 megapixel. En bij de HTC One X Plus maakt deze frontcamera ook gebruik van een speciale HTC Image chip die in het toestel zit, waardoor de foto's er nog beter en nog scherper uitzien. Bij GPS is er een GLONASS ondersteuning toegevoegd, wat zorgt voor nog snellere en betere fixes, waardoor GPS nog iets beter moet werken als op de HTC One X. De HTC One X Plus is er alleen verkrijgbaar in het zwart, terwijl de HTC One X verkrijgbaar was in het wit en in het donkergrijs. En deze bevat een matte soft touch finish, wat het toestel erg chic doet ogen en het ook nog eens lekker stroef doet aanvoelen. Het is afgewerkt met rode accenten van Beats by Dr. Dre. De processor in de HTC One X Plus is, zoals ik zei, iets sneller dan in de HTC One X. In de HTC One X Plus wordt er gebruik gemaakt van een Tegra 3 Plus processor op 1,7 GHz. En bij de HTC One X was deze processor een Tegra 3 processor die was geklokt op 1,5 GHz. Daarom deze benchmark, zodat je ook kan zien dat de HTC One X Plus wat beter en wat sneller presteert dan de HTC One X. Zoals je kan zien lopen de benchmarks niet helemaal gelijk en dat heeft misschien toch te maken met de snellere processor van deze HTC One X Plus die op het filmpje aan de rechterkant te zien is. Of dat echt waar is, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, maar we wachten uiteraard netjes op de uitslag. De HTC One X Plus bevat dus een iets grotere batterij en dat heeft ten gevolge dat het toestel iets zwaarder wordt, namelijk 5 gram zwaarder dan de HTC One X. De HTC One X Plus is namelijk 135 gram, terwijl de HTC One X 130 gram is. Over de batterij kan ik nog weinig zeggen, aangezien ik de HTC One X Plus pas een paar dagen in bezit heb. En ja, er natuurlijk nog veel mee aan het spelen ben, veel aan het testen, aan het benchmarken enzovoort enzovoort. Dus dat is gewoon erg moeilijk om nu te zeggen of de batterij daadwerkelijk beter is. Benchmarks zijn altijd erg gevoelig voor wat er op de achtergrond draait. Of het toestel aan de oplader hangt of niet, pardon. En daarom is het erg moeilijk om in filmpjes benchmarks te laten zien. Ik probeer het nu toch. Dit is Nanomark 2. En we zullen zo meteen aan het eind van het filmpje de frames per second zien.
We gaan natuurlijk vanuit dat het bovenste toestel, de HTC One X Plus, beter presteert dan het onderste toestel, de HTC One X. Maar we zullen zien. En zoals het hoort, de HTC One X Plus is dus iets beter. Nou, de camera is geüpgraded in Android 4.1 Jelly Bean ten opzichte van 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Er staat onder andere een icoontje op het scherm om te wisselen van de frontcam naar de backcam. En ook kun je nou makkelijker zien, of eigenlijk kun je het nu pas zien, hoeveel foto's je nog kunt maken of hoe lang je nog kunt filmen in minuten en seconden op het toestel. Omdat het videogeheugen wat sneller is geklokt en de processor wat sneller is, moet de game sneller opstarten. Het bovenste toestel is de HTC One X en daar start ik dit spel eerder op dan op het onderste toestel, de HTC One X Plus. Maar je ziet toch dat de HTC One X Plus een stuk sneller laat. En dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Nou, het scherm, het super LCD 2 scherm van de HTC One X wordt niet overtroffen door de HTC One X Plus die ik heb. Bij de HTC One X had je drie fabrikanten, te weten Acer, Sharp en Sony. En het Acer scherm wat ik dan in mijn bezit heb, wat je nu dus ook ziet, was eigenlijk het beste scherm van de drie. Het gaf het beste wit weer en ook het contrast was het beste. Het scherm op de HTC One X Plus is ietsje grauwer, iets grijzerder en iets blauwer. Maar dit zie je eigenlijk alleen als je ze naast elkaar legt. Want voor de rest is het een prachtig scherm met zijn 4,7 inch en 1280 bij 27 pixels. Nu komt de HTC One X Plus in beeld en het geluid hiervan staat ook op maximaal en is echt een stuk harder zoals je net hoorde bij de HTC One X. En dat komt dus door de geüpgrade audio output. Nou, het beeld is en blijft eigenlijk gewoon een pracht van HTC. Het is een RGB layout. Het is eigenlijk gewoon een beauty om naar te kijken. Mits je hem niet naast een HTC One X scherm legt van Acer. Door de snellere processor werkt internet ook een stuk sneller. Pagina's laden sneller zoals hier te zien is. En ook de algemene browserervaring is een stuk beter op de HTC One X Plus dan op de HTC One X. Dit is tweakers.net. En het bovenste toestel is de HTC One X Plus. Die is dus al geladen en het onderste is nu pas klaar. Nou, zoals ik de HTC One X Plus meemaak, is dit echt een mooie upgrade. Het toestel bevat een betere finish, houdt lekkerder vast, oogt chiquer, is nog sneller, maar dit kan ook te maken hebben met Android Jelly Bean 4.1, wat ook nog naar de HTC One X komt. Een groot gemis bij de HTC One X vond ik met 32 GB geheugen en dat is nu dus geüpgraded naar 64 GB geheugen. Dus dat is alvast een minpunt minder bij mij. Het scherm blijft nog steeds prachtig, maar er is wel gekozen voor een andere fabrikant, waardoor het bij de HTC One X iets beter uit zou kunnen komen, mits je een Acer scherm zou hebben. De Beats bij Dr. Dre audio output is aangepast en is nog beter. Tevens wordt de HTC One X Plus geleverd met een Beats bij Dr. Dre Your Beats headsetje, ter waarde van 80 à 90 euro, wat ook mooi meegenomen is. En ja, het toestel oogt beter, voelt beter, is sneller en is wat mij betreft de upgrade zeker waard.